Gisteravond hebben we een lezing gehad van Dominee Zondag. En het hele weekend denk ik met elkaar na over onder invloed staan. Ja, die lezing inderdaad ging. Hij gaf ook echt veel voorbeelden, ja. Dus dat was wel fijn. En nou ja, je zit natuurlijk wel nu echt in een bubbel. Zeker. Ja, dus nou ja, midden in de bossen. Ja. En inderdaad, nou ja, gewoon die. Het was gisteravond hebben we ook elkaar een beetje leren kennen en zo. Want voor sommigen is inderdaad al. Ja. Zijn er al vaker geweest, ook met zo'n groep. Maar ja, je doet het wel echt samen en dat verbindt ook wel of zo. Dus dat is echt. Ja, zit er wel lekker in inderdaad. Dag 2 pas, maar het gaat heel goed. Ja. Ja. Je merkt natuurlijk wel dat als je zo aankomt, je kent ofzo van nog niemand, dus het is best spannend. Ja. Voor sommigen. Maar zodra je er aankomt en ja, je wordt zo van hartstikke leuk ontvangen, dan merk je al gewoon, je komt gelijk in die bubbel en eigenlijk kom je er nu nog niet uit. Nee, maandag pas, maar misschien dat het zelfs is. Ja. Ja. En wat gaan we vandaag eigenlijk doen? We hebben nu een lezing van Eva Barter. Dus dat, het is wel iets vrijer dan gisteren. Dus gisteren dat het echt wel serieus was. En het is allebei heel mooi. Het heeft allebei echt een hele andere invulling. En Eva schrijft ook heel veel praktische dingen mee. Dus super mooi. Ja, zeg vanmiddag. En vanmiddag hopen we nog volgens mij te gaan sporten naar Veenendaal. En morgen natuurlijk de kerk, een stukje bezinning. En maandag alweer naar huis. Ja, helaas. Ja. Natuurlijk opruimen. Ja.